Hij heeft de stenen nog en die zijn bepaald geen dierbare herinnering aan wat er gisteravond gebeurde. Ik zat gisteren bij de kapper met mijn jongen en om geknipt te worden belde opeens de politie dat ze in de wasserette, de Laundry Club, waren gearriveerd. Dat ze zeg maar kapot raam aangetroffen hadden met een kapotte droger, kapotte wasdroger. En of ik naar de wasserette wilde komen. Op de camerabeelden is te zien hoe iemand op de fiets met een witte plastic zak aan het stuur eerst al polshoogte komt nemen, waarna even later de stenen door de ruit vliegen. De schade bedraagt al met al 2000 euro. Ja, we gaan het natuurlijk uiteraard verhalen op de daders, want de gezichten zijn te zien op de beelden. En we gaan ze sowieso opsporen. Ja. Ja, zou je wat tegen de daders willen zeggen? Nou ja, goed, praten is beter dan stenen gooien. Als jij eens problemen hebt, zoek me op. Ron heeft inmiddels aangifte gedaan en de beelden van het incident zijn overgedragen aan de politie.